Oké, jullie twee, luistert goed. Nu jullie mijn rechterhand zijn, moeten jullie de regels kennen. Regel nummer 1. Ik ben de slimste hyena van de troep. Regel nummer 3. En regel nummer 2 dan? Wat is daarmee? Wat is die regel? Die, ja, vergeet de regels maar. Het punt is, ik bedenk de plannen en jullie twee... Eigenlijk, Chao Chao, hebben we dus al een plan. Wat? Ik heb toch gezegd dat ik degene ben die... Het is een geweldig plan. En hoe geweldig dan wel? Man, nee, jong, dat is gewoon maar een bot. Shh. Kees, jij gaat eens in deze richting. Klopt. En dan komt de leeuwenwachter aan. En die gaat achter de antilopen. Ah ja, ik snap het al. En dan gaan we het horen naar huis. Dat klinkt als een plan van mij. Nee, kijk. Als zij weg hebben, zoeken we een kudde spiesbokken. Wacht, zijn dat spiesbokken? En die jagen we een andere kant op. Dan vangen we die spiesbokken hier. Terwijl de leeuwenwachter druk heeft met die antilopen. Ja, sterk plan. Eindelijk. Een paar slimme hyena's, net zoals ik, die alle twee voor de ballen geen idee wat hier aan het doen waren. Net als sommige andere hyena's. Voilà. Maar waarom geven we zo'n sappige lekkere kluif op voor een rots?